Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ook ik zou namens mijn fractie willen beginnen met premier Rutte te danken voor zijn antwoorden en hem ook een compliment willen maken voor zijn optreden. Dat absoluut het optreden van een premier waardig was en een oprecht compliment waard. Chapeau. Voorzitter, de nieuwe minderheidsregering, gedoogd door de PVV, zo bleek uit het debat vandaag en gisteren, wordt niet door de linkse kerk omarmd. En dat doet mij deugd. Er zijn niet veel zekerheden in het leven, maar één van die zekerheden die we nog wel over hebben in het leven, is dat de linkse kerk als altijd aan de verkeerde kant van de streep staat. Voorzitter, daarom is het ook zo mooi dat met dit akkoord, dit regeerakkoord, dit gedoogakkoord, er een einde komt aan de politieke macht van diezelfde linkse kerk over Nederland. En ons land schrijft daarmee nu geschiedenis. Betere tijden breken aan. Ooit zal oktober 2010 in de geschiedenisboeken geduid worden als een keerpunt in de Nederlandse politiek. De dag waarop de stem van het volk eindelijk doordrong in het regeringsbeleid. Eindelijk Nederland sterker zal maken. Eindelijk Nederland veiliger zal maken. Eindelijk Nederland Nederlandser zal maken. Voorzitter, de afgelopen dagen hebben we heel veel zure collega's, als ik dat zo zeggen mag, meermaals horen verklaren dat de minderheidsformule dit kabinet instabiel maakt. Maar zuur links snapt er niets van. Een kabinet is stabiel als het kan rekenen op een meerderheid van de Tweede Kamer. En dat, hoe krap dan ook, is nu het geval. De afspraken tussen de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV steunen op een meerderheid in de Kamer. En mijn partij, voorzitter, ik heb dat ook eerder gezegd, zal zich een betrouwbare partner tonen de komende jaren. Voorzitter, ik zei het gisteren al en vandaag een interruptiedebatje. De PVV is voor het Koningshuis en pro-Oranje. Maar wij vinden het om heel veel redenen, niet in de laatste plaats om democratische redenen, onwenselijk dat de koning, zoals het staatshoofd in de grondwet wordt genoemd, deel uitmaakt van de regering en dus ook rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de regeringsvorming. Wij zijn het daarin eens met een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking dat de rol van het staatshoofd eveneens wil beperken tot een uitsluitend ceremoniële functie. Een land als Zweden heeft haar monarchie al enkele decennia geleden in die zin gemoderniseerd. En de populariteit van diezelfde monarchie in Zweden werd daardoor niet aangetast. Integendeel. Maar ook Luxemburg heeft die stap gezet en in België lijkt daar nu ook een meerderheid voor te bestaan. En de minister-president heeft vanmiddag gezegd hier niet aan te willen. En dat is jammer. Maar wij geven ons niet zo snel gewonnen. Het debat hierover moet serieus en uitgebreid in dit huis worden gevoerd. En we zullen daarom met een initiatiefwet komen als de volgende motie wordt verworpen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet met een voorstel tot wijziging van de grondwet te komen, ten einde te bewerkstelligen dat de koning geen deel meer uitmaakt van de regering en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval, dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. Meneer Pechtold. Voorzitter, ik probeerde zojuist de ruimte te zoeken om op de PVV inhoudelijk samen te werken. Maar u maakt het nu heel smal door alleen de rol van de koning in de regering te benoemen. Ik zou graag met u samen willen denken om richting een abdicatie te kijken naar een moderne invulling voor een nieuwe monarch. Maar met zo'n motie, die op een smalle basis is gebaseerd, maakt u het mijn fractie wel moeilijk om vanavond zijn oordeel te bepalen. Waarom niet de oproep doen, kijken of het genegeerd wordt en zelf vervolgens te kijken wat daar allemaal onder moet vallen. Ik kan me nog veel meer zaken die aan modernisering onderhevig zijn rond het koningschap voorstellen.
over het Koninklijk Huisarchief, of dat voor een deel niet gewoon een privéarchief moet zijn, en ga zo maar door. Waarom niet de rust en waarom het zwart-witte beeld van die motie? Nou, het is geen zwart-wit beeld. Het is iets wat ik in eerste termijn voor heb gepleit en wat de minister-president in zijn eerste termijn heeft afgewezen. Dus het is niet meer dan consistent dat ik daar een motie over indien. Dit is voor ons een heel belangrijk punt. Maar als ik uw boodschap zo mag verstaan, dat het eigenlijk breder zou moeten, dat we de discussie ook over archief en andere zaken zouden moeten spreken, dan kunt u met de PVV daarin altijd een gesprekspartner vinden. Dus wij zijn daar graag toe bereid. Voorzitter, mijn fractie zal het stemgedrag over deze motie afhangen van de afweging of het mogelijk is op een fatsoenlijke wijze een discussie te starten om deze modernisering in te gaan. Het gaat ons niet om nu eventjes snel wat te doen. Het gaat ons om het resultaat. En ja, daar zullen we dan naar kijken. En daar gaat het ons ook om. Voorzitter, Nederland gaat een andere koers varen. Dat gaat zij doen omdat de kiezers dit willen. En omdat daar de enige kans ligt om onze welvaart, ons welzijn, onze identiteit als Nederlanders te waarborgen. Het roer gaat om omdat het roer om moet. Omdat gebroken moet worden met het verleden. Omdat ons land terug op het juiste pad moet worden gezet. Politiek betekent eigenlijk niet meer dan keuzes maken. En wij maken die keuzes. Wij kiezen voor democratie. Wij kiezen voor vrijheid. Wij kiezen voor veiligheid. Wij kiezen voor Nederland. En in een wereld die steeds groter wordt, biedt de natie de burgers houvast. Wij zijn als PVV een patriotistische partij. We zijn daar trots op. Een partij die zich ook niet voor schaamt om de Nederlandse identiteit te willen handhaven. En daarom zijn wij, 24 man sterk, er trots op het historische akkoord te kunnen omarmen wat we de afgelopen maanden bereikt hebben. Daarom ben ik er ook in het bijzonder trots op om tegen onze 1,5 miljoen PVV-kiezers te kunnen zeggen: uw stem, jawel, uw stem heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk een nieuwe wind gaat waaien in Nederland. Dankzij u gaan bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en immigranten zeer substantieel omlaag, waarbij 50% minder niet-westerse allochtonen gehaald kan worden. Nederland, voorzitter, wordt ook eindelijk veiliger omdat criminelen harder worden gestraft en er in het vervolg wordt gekozen voor de slachtoffers en niet meer voor de daders. En er wordt ook fors geïnvesteerd in de ouderenzorg, zodat de senioren in onze verpleeg- en verzorgingshuizen een meer menswaardig, fatsoenlijk bestaan krijgen. Voorzitter, wij zijn ook van mening dat de dubbele nationaliteit van bewindslieden ongewenst is. Wat die nationaliteit ook mogen zijn, van welk land dan ook. En dat is overigens ook, naar welke peiling je ook kijkt, de mening van de meerderheid van de Nederlandse bevolking. En het is teleurstellend dat de premier niet heeft aangegeven dat de staatssecretaris van VWS haar Zweedse nationaliteit zal opgeven. En daarom, ik heb het al aangekondigd, de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt staatssecretaris Veldhuizen van Zand en Hielner haar Zweedse nationaliteit op te geven en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, ik rond af. Ja. Tot. Omdat de heer Wilders zojuist zei, ja, maar ik ben wel consequent. Dat zei hij toen ik hem zojuist interrumpeerde. Vraag ik hem hier waarom de inconsequentie ontbreekt? Wij zijn zeer consequent. Nee, want de vorige keer was het een motie van wantrouwen en nu is het een verzoek. Ja, nee, nu is het inderdaad een verzoek. Daar heeft u gelijk. We dienen geen motie van wantrouwen in om de eenvoudige reden dat we dit kabinet niet in de problemen willen brengen en het vorige kabinet dolgraag. Meneer Pechtold. Dus, eerlijker kunt u het niet krijgen. Nee. Nee, ik zou bijna zeggen ontnuchterend eerlijk. Maar ook onthullend eerlijk. Kijk. Want wat zijn de principes dan waard? Dan is het dus een principe wat op het moment dat er een regering zit die u niet helemaal naar de zin is, die u dan wel doorvoert en in andere gevallen niet. Dit is toch voor een van uw principiële punten. Dit is toch waarvoor 7 pagina's lang in dat regeerakkoord en gedoogakkoord zijn opgenomen. Dit is toch waar u
het op wil doen. Dit is toch die Europese gedachte van landen die op dit moment hun ketenen aan het afwerpen zijn. He, dat hele verhaal. En nou is de boter bij de vis, nou is de voorbeeldfunctie wordt gegeven. En nu is het, u weet het, nou, er staan dadelijk 24 handen omhoog en dat is het dan gebeurd. Is dit nou wanneer de tanden getoond moeten worden? Nou ja, ik weet niet hoe vaak je het horen wil, maar nogmaals, dit kabinet gaan we niet in de problemen brengen. Het andere kabinet dolgraag, ja. Ik wil het nog wel 5 keer herhalen, maar een ander antwoord krijgt u niet van mij. Ja, voorzitter, dat doet me dan een beetje denken aan wat die toen collega Van Geel daar een keer stond, hè? Kijk. Ja, dus u zegt ik ga gewoon 4 jaar lang ze niet in de problemen brengen. Nou, dan weten we als oppositie waar we aan toe zijn. Nou, veel plezier dan. Goed, voorzitter. Ik mevrouw, zei al... Mevrouw Halsema. Dank u wel, voorzitter. En nog een vraag over de motie, want hij is zo wonderlijk gesteld. U richt zich rechtstreeks tot de staatssecretaris. Hè? U zegt tegen haar, ik verzoek u uw paspoort in te leveren. Dus u beschouwt het helemaal niet als een kabinetskwestie eigenlijk, hè? Nou ja, hoe u het wil. Ja, maakt mij wel uit of het een kabinetskwestie is. Ik heb u gericht aan de staatssecretaris, omdat het gelukkig nog niet zo erg is dat het hele kabinet een dubbele nationaliteit heeft. Nee, maar het gaat hier om een beslissing van de minister-president om een staatssecretaris toe te laten tot de geledingen en gekwalificeerd te vinden die een dubbel paspoort heeft. En vervolgens kiest u echt de slapst denkbare weg. In plaats van dat u de minister-president aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid, richt u zich tot een staatssecretaris die helemaal het woord niet heeft gevoerd. Ik bedoel, dat u een symbolische motie indient waarvan u eigenlijk zegt, voert u hem alstublieft niet uit, want ik wil het kabinet niet in problemen brengen, bent u eigenlijk nog laffer? Want u zegt, ik durf de minister-president er niet eens op aan te spreken. Leg me dat nou eens uit. Nee hoor, ik spreek de staatssecretaris aan die erom gaat. En nogmaals, u kunt zorgen dat die motie misschien wordt uitgevoerd. Steun de motie. Ik roep u allemaal op. Steun de motie. Wie weet hebben we het einde van de avond een staatssecretaris van Volksgezondheid die alleen een Nederlandse nationaliteit heeft. Mooier kan toch niet? Maar u zondert haar af uit de rest van het kabinet. U geeft me ook helemaal geen antwoord, want u kletst er gewoon een beetje omheen. Goed, u zondert, ja, ontzettend goed. Deed Balkenende, heeft u 7 jaar premier mee kunnen zijn. Moet u trots op zijn. Maar u zondert haar af. Moet zij zo meteen antwoord gaan geven en zeggen of ze de motie uitvoert? Want u heeft zich helemaal niet gericht tot de heer Rutte, tot de premier, want dat durft u niet. U durft er niet eens een algemene kabinetskwestie van te maken. Het is gewoon laf. Ja. Laf. Nee hoor, het is gewoon gericht op degene waar het om gaat. Voorzitter, ik rond af. Wij beseffen dat deze politieke samenwerking en voor ons in het bijzonder dit gedoogakkoord nog maar het begin is. Nog maar het begin is van de uitvoering van ons PVV-programma voor Nederland. Wij maken deel uit van de geschiedenis die een voortdurend appel op ons doet. In de Gouden Eeuw van de Nederlanden, in die tijd nog de 17 Nederlanden, later van de 7 provinciën, toen onze natie werd gevormd, behoorden wij Nederlanders tot de meest vrije volkeren ter wereld. We hadden een van de meest democratische bestuursvormen ter wereld. En historisch gezien behoorden wij Nederlanders tot de pioniers van de politieke vrijheid. En wij willen als PVV, en dat is onze ambitie, van Nederland weer een baken van vrijheid maken. En vandaag waait al een begin van die geest van de vrijheid door dit huis. Nederland werd bevrijd van de heerschappij van die verschrikkelijke linkse kerk. En zonder de PVV was dat vandaag niet mogelijk geweest. Daarom ben ik vandaag met recht en reden trots op wat is bereikt en ben ik vooral, zijn wij vooral, die 1,5 miljoen Nederlanders die op ons hebben gestemd, dankbaar dat zij dit de komende jaren mogelijk hebben gemaakt. En ik sluit af, voorzitter, met een wens aan dit kabinet voor de komende 5 jaar heel veel succes. Meneer Roemer. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de heer Wilders daarmee dan feliciteren. Met forse bezuinigingen op de sociale zekerheid, die hij zelf ook pijnlijk noemde, met de WSW en de WAJONG. Forse bezuinigingen op de bijstand. Geen maatregelen nemen tegen topsalaris in de zorg. 65 blijft 65 is ook van de baan. Allemaal mooi PVV geleid, waarvan akte. Maar mijn vraag gaat over, bent u niet net zoals ik erg geschrokken van de feiten die blijken over de politiebezuinigingen?
Nee, joh, kijk, wij ruimen... Er komen geen 3000 agenten bij, want er worden er eerst 3000 uitgestuurd. Nee, joh. Kijk, wat wij voor elkaar hebben gekregen met de politie... en de minister-president heeft het volgens mij heel helder gezegd... is dat wij, vergelijking met nu, 3000 extra agenten bijkomen. En dat we de puinhopen van een vorige minister, mevrouw Ter Horst... van de Partij van de Arbeid, die geloof ik een te dure en niet goed gefinancierde cao had afgesloten. Dat daar ook nog de prijs voor moet worden betaald. Ja, dat is jammer. Dat is sneu. Maar het verschil tussen die situatie en nu zijn 3000 extra agenten. En daar zijn wij ontzettend trots op. En dat krijgt u, hoe je ook aan de zijkant staat te schreeuwen, had u niet voor elkaar gekregen. Meneer Wilders, ik sta niet te schreeuwen. Ik kom alleen met goede voorstellen en zelfs voorstellen die soms... doorgesteund worden door u. Heel vaak zelfs als ze sociaal zijn. Want dat zijn namelijk altijd onze voorstellen. Maar de feiten zijn nu duidelijk. Er lag een motie aangenomen door de Kamer, gesteund ook door de PVV. Die motie wordt ook door dit kabinet gewoon terzijde geschoven. Er zijn financiële problemen bij de korpsen. De bonden, inclusief Josias van Aartsen, zeggen netto komt er geen cent en geen agent bij. Zonder uw maatregelen waren er inderdaad 3000 minder geweest. Maar netto komt er geen agent bij op straat. Hou dan ook geen praatje voor de bühne dat het veiliger wordt dat er agenten bijkomen. Nee, netto is het gewoon nul. Ben dan ook een man en zeg dan gewoon heel eerlijk dat je er niet meer hebt uitgehaald. Die 3000 ben ik blij mee. Maar het is gewoon geen eerlijk verhaal, meneer Wilders. Voorzitter, als er één passage is waar wij trots op zijn in dit gedoogakkoord, zijn er heel veel gelukkig, dan is het wel... de passage veiligheid. 3000 agenten meer, meneer Roemer. 3000 agenten meer. Ik hoop dat die nog een keer opstaat, kan ik het nog een keer vertellen, vergeleken met dit kabinet. Minimumstraffen worden geïntroduceerd bij recidieven. Criminelen kunnen worden gedenaturaliseerd. Dat is wat anders dan het geknuffel van criminelen aan de linkerkant van die Kamer. Wij doen er eindelijk wat aan. Wij komen ermee en wij zijn daar ontzettend trots op. Dank u wel. Dank u wel.